Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie over thuisbezorgservices. Mijn naam is IJsmond Kaper, business developer traffic and transport bij TNO. En ik doe deze sessie samen met Dirk van Elten, ondernemer en initiatiefnemer van het initiatief thuisbezorginitiatief Warehuis aan Zee. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Leuk jullie te zien, wou ik zeggen, maar dat gaat in deze sessie niet op. Wij gaan vandaag iets meer vertellen over een project wat we als TNO, naar aanleiding van Brains for Corona, een initiatief van TNO, hebben opgezet. Dat doen we in drie stappen. In eerste instantie zal ik wat meer toelichten over het project Puppy, Pop-up, Pick-up en Delivery, zoals we dat genoemd hebben. Vervolgens zal Dirk iets meer vertellen vanuit ondernemersperspectief hoe ze dat in Katwijk gedaan hebben. Vervolgens zal ondernemer Rob Wijs, die projectleider is geweest bij het Retail Innovatielab Smart Distribution by Local, via een videoopname iets vertellen over dat Retail Innovatielab, waarbij ze een aantal van dit soort initiatieven ook al wat langere tijd, ook voor corona, hebben gemonitord. En als er nog wat tijd over is en er zijn ook vragen via de chat die binnenkomen, dan hebben we daar ook tijd voor om een aantal van die vragen nog te behandelen. Laat je vragen ook gerust achter in de chat. Het duurt altijd eventjes voordat wij ze zien. Dus tijdens de sessie, als je die vragen kunt intikken in het systeem, dan kunnen wij ze ergens onderweg of aan het eind behandelen. Na de sessie zullen we ook kijken of we de overgebleven vragen alsnog kunnen beantwoorden. Oké, wat is eigenlijk de aanleiding voor dit project geweest? Ik hoef gelukkig niet uit te leggen wat corona allemaal heeft betekend en wat de consequenties zijn geweest. Maar als je kijkt naar de logistiek, dan is het zo dat heel veel winkelstraten, met name op de piek van de coronacrisis, leegliepen. Het is afgelopen februari, nog maar best wel kort geleden, dat het eerste coronageval in Nederland bekend is. Gemaakt. En vervolgens is er relatief snel een lockdown afgekondigd. Scholen gingen dicht, mensen moesten gaan thuiswerken, horeca ging dicht en mensen wilden ook niet meer zomaar naar hun lokale winkels toe om te gaan hun boodschappen te gaan doen. Nou, wat wij bedacht hebben vanuit TNO, hebben we een initiatief gelanceerd, Brains for Corona, waarin funding ter beschikking is gesteld om de kennis die wij hebben rondom logistiek, om die naar de markt toe te brengen en te helpen om de effecten van corona te reduceren of ergens toch impact te kunnen gaan maken. Dus we hebben een voorstel gedaan om met name wat kennis op te bouwen en te gaan delen over het snel opzetten en draaiend houden van thuisleverconcepten. Met name om kwetsbare groepen te helpen om toch producten lokaal thuisbezorgd te kunnen krijgen, maar ook om contactmomenten te reduceren en het risico op het oplaaien of verspreiden van het virus zoveel mogelijk te reduceren. En last but not least, zeker om ook ondernemers te helpen om die consequenties van leeglopende winkels, om die te minimaliseren. Wat we daarvoor gedaan hebben, we hebben in eerste instantie gezegd van, we willen een aantal praktische proeftuinen neerzetten om te kijken, kunnen we nou snel zo'n thuisbezorgservice opzetten en wat zijn daar nou de factoren die daar een rol bij spelen, zodat we aan de hand daarvan een rekenmodel kunnen ontwikkelen om te kijken hoe je zo'n thuisbezorgservice ook gedurende een periode van een 1,5 meter economie ook wat langere tijd draaiend kunt houden zonder daarvoor afhankelijk te zijn van subsidies. Of andere gelden voor korte termijn. Want je wil natuurlijk wel dat de investeringen die je doet ook rendeert over een langere periode. Nou, we hebben een aantal uitgangspunten bij gekozen. We hebben gezegd, we willen praktisch aan de slag. We willen uitgaan dat we geen grote investeringen vragen van ondernemers. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven. We willen schaalbaar zijn en we gaan uit van kostendekkend en iets wat op de korte termijn op te zetten is. We hebben gedaan met een aantal partners die jullie op de slide voorbij zien komen. Een aantal kennispartners en een aantal partners die we in de pilots hebben geholpen. We hebben twee proeftuinen gelanceerd. In ieder geval, we hebben daar met name gekeken van, kunnen we nou op verschillende manieren zo'n thuisbezorgservice opzetten. We hebben dat in Dronten gedaan, een eigenlijk relatief nieuwere gemeente met wat uitgebreidere infrastructuur. En we hebben een proeftuin gehad in Kampen, wat meer een oude stadskern heeft, een oudere stad met andere logistieke uitdagingen en ook andere logistieke vragen op dit punt. We hebben ook twee verschillende vormen daarin gekozen. In Dronten is de belangrijkste keuze geweest dat we gezegd hebben, we gaan samen met de ondernemers vanuit
eigenlijk een low-cost aanpak. Gaan we kijken of ondernemers gezamenlijk zo'n service kunnen opzetten en ook kunnen exporteren. In Kampen hebben we met name gekeken naar een model waarbij we de logistiek eigenlijk compleet hebben uitbesteed aan een logistiek dienstverlener. Nou, daarnaast hebben we een aantal keuzes gemaakt die jullie op de slide voorbij zien komen, die ook eigenlijk verschillend zijn. Dus vandaar dat we twee van deze proeftuinen hebben gekozen. Om een beetje inzicht te geven in hoe dat in Dronten gegaan is, hoe dat proces verliep. We hebben daar met een aantal partners samengewerkt, met een winkeliersvereniging, met een aantal winkeliers in het centrum en met een aantal partijen die geholpen hebben om die proeftuin ook snel op te kunnen starten. En dat proces, dat zien jullie op de slide, zoals dat als het goed is redelijk volledig in beeld verschijnt. Het proces is als volgt gegaan. We hebben daar gekozen voor bundeling, zodat mensen die online een aantal lokale producten bestellen, dat die gebundeld via één contactmoment afgeleverd worden bij de consument. Dus dat is het uitgangspunt geweest. Dat hebben ze gedaan via een platform sinds 1989 van Derk beschikbaar is gesteld. Dat hebben we gecustomized naar de situatie Dronten. Daar konden mensen bij hun eigen winkels een bestelling plaatsen, dus bij meerdere winkels tegelijkertijd meerdere producten bestellen. En dat werd dan als één pakket bezorgd aan huis. De winkeliers kregen op de dag van de bezorging of de dag voor de bezorging een overzicht met de producten die voor hun winkel waren besteld door consumenten. Die konden ze dan klaarzetten. Daar hebben we in de proeftuin een procedure voor opgesteld en een aantal aandachtspunten. Zodat ondernemers precies weten, winkeliers precies weten hoe ze de producten klaar moesten zetten voor het ophalen. Vervolgens werd iedere bezorgdag een milkrun uitgevoerd, waarbij de producten bij de verschillende winkeliers zijn opgehaald. En vervolgens op de hub, volgens ook weer een nieuwe procedure, gebundeld bij elkaar in een doos werden gestopt. En vervolgens werden er wat kwaliteitstoetsen gedaan, want het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook levert conform verwachting. En vervolgens via routeplanning software en een aantal transportmiddelen de producten thuis afgeleverd zijn geworden. Daarbij moeten we wel aangeven, we hebben gebruik gemaakt van onder andere een aantal transportmiddelen van Dokker. Maar expliciet hebben we ook als aandachtspunt een aanname gehanteerd dat ook de eigen middelen van winkeliers gebruikt zouden worden. Met name om ook weer te kijken naar dat kostenaspect. Nou, de andere mogelijkheid was voor consumenten om ook de producten gebundeld af te halen en daarmee wel de mogelijkheid te hebben om naar het centrum te gaan en je producten op te halen, maar eigenlijk met één contactmoment al je producten in één keer af te halen en naar huis mee terug te nemen. De proeftuin in Dronten heeft een aantal maanden gedraaid. In Kampen hebben we eigenlijk ervaren wat de impact van de momentum kan zijn. Want daar hebben we een iets langere aanlooptijd gehad. En vervolgens hebben we gezegd, we starten in juni met die thuisbezorgservice uitbesteed. In combinatie met cycloon fietscouriers. Maar daar merkten we al redelijk snel dat doordat de versoepeling van de lockdown en de maatregelen die afgekondigd waren, dat het hele momentum om zo'n service te starten is weggevallen. Je zag dat ook bij een heleboel services, ik weet niet of jij dat ook herkende, Derk, dat na die versoepeling eigenlijk de vraag naar dit soort services een stuk is afgenomen. En daardoor hebben we een aantal keren overlegd van, wat moeten we nou doen? Moeten we dit nou geforceerd toch gaan uitrollen of niet? En met name merkten we ook dat de betrokkenheid van de ondernemers in dat geval op een gegeven moment terugging, want ze wilden met name dat hun eigen winkels weer voldoende aandacht kregen. En toen hebben we gezegd, er is absoluut waarde in het gezamenlijk neerzetten van een logistiek platform. Dus toen hebben we de focus verlegd om te kijken van, hoe zou je nou technisch kunnen borgen dat bestellingen vanuit verschillende winkeliers toch op een slimme manier thuisbezorgd kunnen gaan worden. En dat is eigenlijk de keuze geweest die we in die praktijkcasus hebben uitgewerkt en wat nu nog steeds loopt. Nou, met die twee proeftuinen, kijk, het was niet de bedoeling om die proeftuinen compleet en jarenlang te gaan draaien. Maar wat voor ons belangrijk was, was met name de parameters voor een rekenmodel waarin je zo'n business case kunt uitrekenen, scherp en duidelijk te krijgen. Jullie zien in deze slide een aantal van die parameters staan. We hebben met name de keus gemaakt om parameters te kiezen, samenhingen met de activiteiten bij het ophalen van de bestellingen bij de winkels. Hoeveel tijd kost dat?
de activiteiten op de hub, het bundelen, het klaarzetten voor de verzending en uiteindelijk de distributie. Daarmee hebben we met name een verschil gemaakt tussen klantbestellingen aan de ene kant en winkelbestellingen aan de andere kant. En het onderscheid is eigenlijk simpel. Een klantbestelling is de bestelling van een klant, maar die kan bestaan uit 3 producten van verschillende winkels. En dat noemen we dan een winkelbestelling, een product wat bij 1 individuele winkel is besteld. Ik ga hier nu niet verder op in, ook een beetje omwille van de tijd. We hebben een aantal scenario's doorgerekend met behulp van dit rekenmodel. Dat zijn er in totaal, laten we hier 3 zien. Dus dat is eigenlijk, daar hebben we met een aantal van die parameters gespeeld en gekeken van kunnen we nou verschillende vormen van scenario's daar een beeld bij krijgen. Wanneer is zo'n thuisbezorgservice nou echt kostendekkend? Nou, de 3 scenario's van links naar rechts zijn als volgt. Uitbestedingsproces waarbij we met name de logistieke activiteiten uitbesteden aan de logistiek dienstverlener, die we dan ook een marktconform tarief willen betalen. Dan zie je dus dat je ongeveer volgens dit rekenmodel bij 170 klantbestellingen per week uit de kosten kunt komen. Natuurlijk hangt het per situatie, per gemeente af van welke situatie en welke componenten je het precies meeneemt. Maar goed, dit is één van die scenario's. De tweede is eigenlijk het meest oorspronkelijke. Stel nou, je bent een kleinere gemeente en je hebt daar niet een actieve thuisbezorgservice al actief. Wat heb je dan minimaal nodig en wat zijn je minimale kosten om toch zo'n bezorgservice op te kunnen zetten op het moment dat bijvoorbeeld corona ons gaat treffen en dat er lokaal gewoon weer maatregelen van kracht worden. Nou, daarvan hebben we gezien dat als je het hebt in dit geval over 15 klantbestellingen per week en je gebruikt vrijwilligers en vrijwel extra kosten, behalve misschien voor een eenvoudige webshop of voor wat transactiekosten voor de bestellingen, dan kun je met relatief weinig bestellingen toch al langere tijd dit volhouden, ook in een gezamenlijk samenwerkingsmodel. Je moet daarbij wel je eigen middelen gebruiken. Nou, derde scenario, daar komt misschien Dirk zo meteen nog wel even op terug, dat is meer de groeifase, ook gebaseerd op een samenwerkingsmodel waarbij je eigenlijk met een aantal ondernemers gezamenlijk zegt van dit gaan wij opzetten. En daar hebben we gezien dat bij een aantal van rond de 120 klantbestellingen per week, nogmaals volgens dit model, en 3 winkelbestellingen per klant, kun je langere periode ook kostendekkend zijn en daarmee wel de service bieden voor die specifieke consument en natuurlijk ook voor die kwetsbare groepen. Wat voor een bevinding? We hebben ontzettend veel geleerd in die korte periode dat we dit project hebben gedraaid. We hebben een aantal bevindingen daar uitgelicht die ik toch wel even benoemen. Ik wil beginnen met het bovenste. Een kostendekkende thuisbezorgservice is haalbaar. Maar je moet wel een vorm kiezen die past bij de doelen die je voor jezelf stelt. De context van jouw gemeente, je verwachte omvang, overschat dat overigens niet, die voor jou van toepassing zijn. Daarnaast is het echt van belang dat je trekkers hebt, eigenaarschap, zowel bij winkeliers, hopelijk ook bij gemeentes. Maar met name, je moet mensen hebben die hier echt energie en tijd in willen stoppen. En zeker als je dit op korte termijn intensief wil doen, dan is dat echt een duidelijke voorwaarde voor zo'n thuisbezorgservice. Daarnaast is het van belang om de samenwerking op te zoeken, zowel ook met andere partijen. Wat we gezien hebben is dat bij een heleboel van die gemeentes, dat daar meerdere initiatieven tegelijkertijd naar boven zijn gekomen. Er zijn heel veel partijen die met een platform eigenlijk ook een aanbod hebben gedaan aan gemeentes om dit soort services aan te gaan bieden. Maar op het moment dat die initiatieven parallel langs elkaar lopen, dan is het A, niet herkenbaar meer voor de consument. En B, is het ook qua kosten niet langer vol te houden. Dus je moet daar echt die samenwerking gaan zoeken. We hebben ook gezien dat met name de grotere retailers, die toch producten hebben, die zorgen voor een stuk herkenbaarheid bij de consument, dat die soms wel en soms niet meedoen aan dit soort initiatieven. We hebben gezien dat een aantal ketens hun eigen strategie voor distributie eigenlijk geïsoleerd aan het ontwikkelen zijn en dus niet eigenlijk lokaal met allerlei van dit soort initiatieven mee kunnen doen. De consequentie is dat nu naast elkaar bestaat en die samenwerking daarin opzoeken, dat is eigenlijk wel cruciaal om het ook echt van de grond te doen krijgen. Daarnaast is het gewoon goed als er ook andere stromen zijn
dat je die toevoegt aan je eigen distributienetwerk. In Dronten hebben we bijvoorbeeld een experiment gedaan met Flavor Food. Die maakte boxen met vers producten, ook uit de regio. Die hebben we eigenlijk via het distributiekanaal wat we opgezet hebben in Dronten, hebben we bezorgd bij de consumenten. En je ziet dus dat dat ook helpt, omdat je dan eigenlijk de kosten per bezorging een stuk reduceert. Als je dat op grotere schaal kunt doen en over langere periode, dan is de kans ook weer groter dat je zo'n initiatief langere tijd kan volhouden. Nou, zorg voor een breed en herkenbaar aanbod. Ik noemde het net al even. Wat we gezien hebben is dat met name de voedselproducten eigenlijk de trekker zijn voor consumenten om naar een bestelplatform te gaan als je kiest voor een bestelplatform. En dat in de slipstream van die voedselproducten ook de non-foodproducten worden meegenomen. En als je dus een breed en herkenbaar aanbod hebt, dan zie je dus ook dat consumenten die een keer besteld hebben, die dat toch misschien wel moeilijk vinden, dat die daarna ook makkelijker terugkomen en eigenlijk steeds weer terugkomen. Op het moment dat het aanbod wat minder is, dan verdwijnt ook snel de animo om alsnog weer terug te komen op je platform. Daarnaast is herkenbaarheid belangrijk. Nou, en last but not least, de online propositie die je neerzet, die hebben wij gezien dat dat echt gezien moet worden als een kans en niet als een bedreiging. We hebben een aantal winkeliers gesproken, ook winkeliersverenigingen, ondernemers die misschien het gevoel hebben, als we een online propositie doen naast ons aanbod in ons lokale winkelcentrum, dan is er een risico dat mensen niet meer naar de stad toetrekken, niet meer naar het centrum toetrekken en dan verliezen we klanten. Voor zover wij het hebben kunnen zien, is dat eigenlijk niet zo en is eigenlijk het tegenovergestelde. Op het moment dat je een lokaal aanbod ook online op een goede manier onder de aandacht kan brengen, dan kun je eigenlijk een hele mooie lokale propositie maken en biedt dat eigenlijk alleen maar kansen. Nou, ik heb nu heel kort verteld hoe wij dit project hebben aangevlogen en een aantal dingen best wel snel de revue laten passeren. Wil je wat meer weten over dit hele onderzoek? We hebben een website neergezet, puppyproject.nl. En daarin zien we de resultaten hetgeen dat ik net heb verteld, veel uitgebreider toegelicht. We hebben daar een business case, rekenmodel en de scenario's toegelicht. Ook een aantal initiatieven en aanbieders opgenomen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, ga er eens naartoe. En als je daar vragen over hebt, laat het dan achter via de contactpagina van die website. Wil je daar een initiatief op laten neerzetten of vergelijken met de initiatieven die erop staan, laat het dan ook even weten, dan nemen we dat op. Nou, wij willen graag wat meer onderzoek doen, want we hebben natuurlijk nu in hele korte tijd dit traject gedaan. Wij willen heel graag meer te weten komen over wat zijn nou duurzame verdienmodellen, hoe ga je nou die samenwerking beter op orde krijgen en hoe kan je dan ook de logistiek beter organiseren. Ook in relatie tot andere doelstellingen, zoals verduurzaming, leefbaarheid in de stad, congestie, etc. Dus daar wil ik het even bij laten. Ik wil graag het woord geven aan Dirk, die met name vanuit het ondernemersperspectief in de Katwijk het initiatief Warenhuis aan Zee heeft opgezet. Nogmaals, als je vragen hebt, laat het even achter, dan proberen we daar even op terug te komen straks. Dankjewel. Nou, mijn naam is Dirk. We zijn eigenlijk sinds de eerste persconferentie van corona, toen het bekend werd gemaakt, zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met bedenken van hoe kunnen wij nou voor onze klanten, dat zijn vooral lokale ondernemers, hoe kunnen we nou hen in contact blijven brengen met de inwoners van Katwijk? En daarbij, hoe kunnen we de contactmomenten verminderen? Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En eigenlijk hebben we binnen een week tijd hebben we dat hele platform neergezet en opgebouwd. En wat we ook belangrijk vonden is van vertel het aan de consument. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Daarom hebben we ook een beetje een leuk sausje gegoten, zoals je kunt zien op de slide. We hebben nog gedacht aan de kinderen die thuis zaten met kleurplaten. Je ziet een flyertje. Postertjes, het complete plaatje. En dat ze eigenlijk, het is natuurlijk leuk dat we het hele platform hebben, maar daarnaast is het ook belangrijk dat het ook gaat werken en dat we er mensen op krijgen. En bekend te maken, want dat is echt het voornaamste waar we in het begin tegenaan liepen. De allereerste bezorgdag, dat was een week na de conferentie. En we hadden er geen ervaringen mee. We zijn zo gestart. En toen hebben we ook echt alles kunnen ervaren van waar het mis kan gaan, hoe we het oplossen en hoe het opgelost moet worden. En
Dat is eigenlijk ontzettend interessant ook. En na 2 weken kwam daarbij ook TNO gelukkig om de hoek kijken. En die had ook met ons contact opgenomen. En samen konden we dat traject verder doorontwikkelen. En daar zijn we ook heel blij mee. Even kijken. Allereerst zijn we de winkeliers gaan benaderen of ze mee wilden doen aan het hele project. En gelukkig was er voldoende animo. We zijn gestart met 20 tot 30 winkels. En ook voor alles weer vanuit voor de winkeliers hebben we doorgezet naar instructieformulieren. Hoe gaat het nou werken? Want het is helemaal niet zo eenvoudig om een winkel die altijd alles bekend is om vanuit de winkel zelf te werken, om dat naar online te gaan verkrijgen. En daar hadden we echt een versnelstap voor nodig. Dus samen met de ondernemer zijn we daarmee aan de slag gegaan. Wat we gedaan hebben is, iedere winkel krijgt een eigen online shopje. Vullen ze met producten en kunnen ze dat zelf bijhouden. Prijzen aanpassen, voorraden bijhouden. En alles komt samen op één platform. Op dat ene platform kan de consument kan bestellen en in één checkout in de winkelwagen kunnen ze afrekenen. En wat IJsbrand net al aandacht gegeven, iedere winkel ziet zijn eigen overzicht met de bestellingen. Als je goed kijkt, kan je op het formulier ook zien, je hebt het ordernummer, de producten, het aantal en vervolgens ook een checklist. Dat zijn allemaal details, maar om zoveel mogelijk fouten te voorkomen zijn er continu functionaliteiten aan toegevoegd. Hier heb je bijvoorbeeld een handleiding voor de hubmanager. Degene die op de dag van, moet ik misschien even vertellen. We hebben het in Tront hadden ze een milkrun, dat ze alles op gingen halen bij de winkeliers. We hadden het eigenlijk net even andersom gedaan. We zijn gestart eigenlijk met een hub creëren, waar alle bezorg of alle winkeliers zelf de producten heen kwamen brengen. Wij verzorgden dat alle kratten klaar stonden. De winkeliers die waren allemaal genummerd. En vervolgens kwam dat nummer van de ordernummer kwam overeen met de kratnummer. En zij deden zelf de producten in de juiste krat. Dat zorgde ervoor dat we op die manier heel efficiënt konden werken, zonder dat het onszelf heel veel tijd kostte. En zodat wij puur bezig konden zijn met het uitrijden van de bestellingen en alles eromheen om het de winkeliers zo makkelijk mogelijk te maken. Hadden jullie nog uitdaging om de winkeliers op één lijn te krijgen over de opzet? En We hadden zo weinig tijd dat het echt voornamelijk gewoon starten was en de volgen gaan. Want er was weinig tijd en dat heeft puur ook met momentum te maken. We moesten wel op dat moment, iedereen bleef ook binnen, kwamen niet meer in de winkels. Dus op dat punt was echt gewoon starten, voorgaan, was belangrijker dan heel voorzichtig alles uitleggen. En dus eerst doen en dan terugkijken van hoe kunnen we het verbeteren en wat hadden we niet moeten doen, wat wel. Dus we hadden op de eerste bezorgdag 20 orders, daar waren we natuurlijk al ontzettend blij mee. En in iedere order zitten ongeveer gemiddeld 5 winkelbestellingen. Dus van 5 verschillende winkels, die worden gebundeld in één bezorgmoment. En dus eigenlijk keer dan die 20 bezorgadressen die we hadden, heb je eigenlijk gebundeld bij elkaar 100 winkelbestellingen. Dat was voor zo'n eerste keer natuurlijk even een uitzoekwerk dat alles ook wel goed ging. Dat is ook goed gegaan. En, maar het probleem was eigenlijk de tweede keer. Toen groeiden we van 20 naar 80. En toen was het wel een beetje chaos. Want overal kratten, het moest allemaal gebracht worden. In plaats van met 2 tassen met broden kwam de bakker met trollies met brood aan. En uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Maar dan merkte je wel eigenlijk dat je op die manier heel snel schakelt en moet opschalen. En dat is eigenlijk in die groeifase heel belangrijk.
We begonnen intern in de HEMA in Katwijk. Vervolgens zijn we naar een pand gegaan dat leeg stond. En toen het zeg maar op die manier zo groot werd, zijn we eigenlijk naar een logistiek zuivelcentrum gegaan met koeling. Waar we de producten ook vers. Ja, belangrijk natuurlijk dat de regelgeving ook goed is. En dat we daar in de koel. In de koelkast. Alles neer konden zetten. En je zegt toevallig de HEMA. De HEMA is zo'n voorbeeld van zo'n retailketen die we benoemen. Kun je iets vertellen over hoe die betrokken zijn? De HEMA's hebben veel lokale franchisers, franchise-nemers. En die willen ook wel graag wat doen. Ik ken er een aantal en ze zijn niet van het stilzitten en afwachten wat er gaat gebeuren. Dus ze willen graag bereid om mee te denken. En dan ook puur vanuit sociaal aspect en hun rol in de gemeenschap eigenlijk. Okay. Dus het is echt wel een zeer betrokken organisatie in dat opzicht. Hier zie je ook bijvoorbeeld een voorbeeld van een foldertje, flyer, waarin je het ook wel aantrekkelijk kunt maken voor de consument. En om ook te laten zien dat er continu nieuwe winkels zijn, dat het aanbod steeds groter wordt. Want in het begin heb je eigenlijk alleen maar de bekende winkels waar iemand aan het shoppen is. Maar uiteindelijk wil je ook laten zien dat er veel meer is dan de 5 winkels die ze normaal altijd doen. En dat is ook weer belangrijk in de toekomst om hoe efficiënter en hoe meer orders je gebundeld kan aanbieden, hoe voordeliger het ook weer wordt met de gemiddelde bezorgkosten. En hier zie je dan een voorbeeld van de social media die gebruikt wordt. Instagram, Facebook. Maar ook belangrijk is bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Dus de consument kan bestellen voor 6 uur voor de volgende bezorgdag. Dus wij bezorgden dan op dinsdag en op vrijdag. Dus dan kon je tot donderdag 6 uur bestellen. Vervolgens vanaf 6 uur hadden alle ondernemers in real-time hebben ze dan de orderlijsten. Die kunnen ze dan allemaal klaar gaan zetten en hun voorbereidingen treffen. En op vrijdag werd het dan allemaal bezorgd. En juist ook om de consument bekend te maken dat dat moment eraan komt, is heel belangrijk om daarvoor social media en de nieuwsbrief te gebruiken. Want vaak is het gewoon in de waan van de dag, denk je er even niet aan en voor je het weet is het weer bezorgmoment, bestelmoment voorbij. En dan moet je alsnog naar het winkelcentrum. Hebben jullie ook overwogen om naar bijvoorbeeld dagelijkse bezorging toe te gaan en wat zou daar de impact zijn voor jullie? Ja, voor ons is dat even momenteel niet mogelijk. Het was eigenlijk een beetje een project naast onze eigen werkzaamheden. Wat eigenlijk een beetje het doel is om nu te gaan kijken van hoe kunnen we maximaal 100 bezorgadressen per dag gaan verwerken. En dan dat we dan daarna gaan uitbreiden naar een tweede bezorgdag. Zie jij toekomst, zeg maar, ook na deze coronaperiode voor dit soort services? Je bent natuurlijk ondernemer. Dus... Ja. Nou, ik denk dat dat voor lokale ondernemers en dan meer ook de kleine lokale ondernemers, dat het daar best belangrijk voor kan zijn en een hele positieve impuls kan geven aan de omzet. En het is namelijk niet zo dat de consument niet wil. Maar soms is het gewoon lastig om iedere week maar al je versproducten bijvoorbeeld bij alle verschillende winkels te halen. En dat zie je eigenlijk wel. Of dat horen we eigenlijk vooral bij de consumenten terug waar we afgelopen maanden bezorgd hebben. Dat is toch al essentieel. Of waarom ze kiezen voor die lokale ondernemer of voor een andere partij. Die dan alles aanbiedt. Okay. En de kwaliteit is vaak natuurlijk nog net een stapje hoger. Als,
Dus in dat opzicht zit er zeker potentie in. En daarbij aansluitend, we hebben veel verse winkels. Die zorgen voor terugkerende bezoekers, wekelijks terugkerende bezoekers. En vervolgens zien we ook wel dat steeds meer non-food winkels daarbij ook profiteren. Dus dat daar toch veel meer producten mee besteld worden. Okay. Bijvoorbeeld schoenen. Kijk, die hebben niet iedere week nodig, maar mocht je ze nodig hebben, het staat erin. Ja, bestel mee. En dat zagen we ook eigenlijk met bloemen, planten. Dat is een groeiend model eigenlijk. Hier zie je een aantal foto's van onze hub eigenlijk. We hadden gebruik gemaakt van bananendozen. Daarop werden ordernummers geplakt. En dat correspondeerde dan weer met de klaargemaakte. Rechtsbovenin zie je bijvoorbeeld een ritualstasje. Daar schrijven zij zelf het nummer op. Zij komen langs. Ja, dat correspondeert met elkaar. Vervolgens plaatsen ze die erin. En aan het einde van zo'n milkrun, maar dan op de hublocatie, zijn alle bezorgingen gereed om bezorgd te worden. En hier investeert zeg maar de ondernemer zelf tijd in om het in de juiste krat te doen. Hoe zijn jullie omgegaan met kwaliteit? Dus als er ergens een keer een bezorging mislukte, hoe losten jullie dat dan op in combinatie met de winkelier waar het product vandaan kwam, wat misschien dan niet goed was of niet aanwezig was? We gingen altijd kijken naar past een oplossing. Vaak was dat, we probeerden er echt wel voor te komen dat het, als het op vrijdag nou gebeurde, dat, en het was bijvoorbeeld brood of vlees of vis, dat we dan nog dezelfde dag of de dag daarna, dat doorgegeven werd aan de winkelier, maar dat het dan ook bezorgd werd. Want het is niets vervelender dan dat je verwacht dat je een maaltijd kan bereiden, maar je ontbreekt een vis of vlees of groente, dan is dat, dus dat wilden we eigenlijk wel zo snel mogelijk oplossen. Maar dat, ja, petje af voor de ondernemers, we gaven het door en ze gingen het zelf bezorgen. Ja, okay. Dus de nalevering was perfect. Okay. In het begin hadden wij ook nog wel dat er soms een order miste in een pakket en dat konden we eigenlijk niet terugzien in het logistiek, zeg maar, al de dozen die er staan. Je ziet niet in één oogopslag of er iets miste. En uiteindelijk hebben we daar later aan toegevoegd. Dat gaat allemaal geautomatiseerd, maar de ordernummers worden geprint. En daarin zie je eigenlijk ook welke winkels hun bestelling daarin zou moeten hebben. En op het moment dat zij die bestelling erin plaatsen, of hun producten, dan vinken ze dat gelijk af. Zo is het voor de bezorger. Direct te zien van hey, deze krat is compleet, dus die kan mee. En dan konden we eigenlijk ook heel snel zien van hey, hier is nog niet afgevinkt. Dan checkten we met de pakbon of alles erin zat. En ontbrak het dan alsnog, dan konden we nog voordat we gingen leveren het probleem eigenlijk al oplossen. Dus dat was eigenlijk wel, onder het mom van nog efficiënter werken was dat wel heel fijn. Hier hebben we even foto's van dat we onderweg zijn naar een klant. Nou, gelukkig ging het niet, hadden we niet zoveel fietsers nodig dan als dat je nu ziet. Hier gaat ongeveer één bestelling in per ronde. Dat was natuurlijk niet efficiënt. We werkten veel met personenvervoerauto's en busjes. En daardoor konden we dus ook snel veel uitrijden en daar waren we ongeveer 2 uur mee bezig om 80 adressen af te leveren. Okay. En eigenlijk als je met een personenauto vervoert, was dat eigenlijk altijd het mom van het mag nooit langer duren dan dat de consument in het centrum is, iets koopt en vervolgens thuis komt. Dus we waren ook maximaal een half uur onderweg en dan werd de volgende bestelling opgehaald. En voor grote transport hadden we dan eigenlijk een gekoelde auto ter beschikking. Die werd vaak dan uitgeleend door een ondernemer. Okay. En dat was, ja. Um,
Hier nog een aantal foto's van hoe we bezorgden. We zetten het voor de deur neer. Consument haalt zelf dan binnen. We hadden dan dankjewel kaartjes erbij gedaan. Ook gewoon om het een beetje het sociale aspect ook. Die schreven we dan ook nog zelf. Dus ja, op een gegeven moment stopt dat een keer. Vooral als het dan heel erg druk wordt. En ja, om consumenten te laten weten dat we er zijn, is het ook heel simpel. Van, op het moment dat je bij iemand gaat bezorgen, gooi je bij de buren ook even een flyertje dan naar binnen van wij bezorgen ook bij jou in de straat. Dat is natuurlijk uiteindelijk de meest efficiënte manier om ook je bezorgadressen uit te rijden. Bijvoorbeeld als je één keer naar een appartementencomplex moet rijden, ja, het zou mooi zijn als ze allemaal bestellen. Dat scheelt natuurlijk een hoop beweging. Voor ons liggen de kansen en de uitdagingen vooral met een soort van flexibele hub. Op het moment dat we nog maar één dag in de week dit project zeg maar oppakken en verder exporteren, zaten we te denken van ja, een ruimte huren met een koeling erin. En dat zijn eigenlijk die kosten die worden eigenlijk veel te hoog daardoor. En nu zijn we ook aan het kijken naar de mogelijkheden van een koelvrachtwagen of koelcontainer waar alles in verzameld kan worden. Hoeft ook niet per se in het direct in het centrum te zijn. En op die manier kunnen we de kosten ook weer laag houden. En zodat ja, dat niet verhaald hoeft te worden bij lokale ondernemers. En daarbij is het ook ja, dat laatste stukje van de hub naar de consument toe. Zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen we dat nou het beste oplossen. In plaats van met personenauto's, door te kijken naar grote bakfietsen, die bijvoorbeeld Dokker ter beschikking hadden besteld en de tuk-tuk. Maar ook iets grotere, voor als de afstanden langer worden, dan is het misschien mogelijkheden met Coupil of een andere partij, die dan, ja, waar eigenlijk 32 bananendozen in één keer in kunnen. En ja, daar liggen nog wel mogelijkheden en ook wel uitdagingen. Dat hangt dus inderdaad ook al af van de context waarin je zit. Zit je in een dicht bevolkt stuk, zeg maar, dan kun je misschien met een bakfiets af en meerdere keren op en neer fietsen. Ja. Versus inderdaad de langere afstanden. Ja, en heb je bijvoorbeeld ook stadskernen waar zo min mogelijk eigenlijk gereden moet worden. Of dat het, dan is een bakfiets natuurlijk een fantastische oplossing. Ze zijn er al tot 1300 liter, heb ik me laten. Dus daar gaat ook best veel, best wel wat in. Oké, okay. Nou, dat is misschien leuk om de switch te maken naar het filmpje van Stichting de Platform de Nieuwe Winkelstraat en de retailagenda die Smart Distribution Buy Local hebben gedaan. En die iets vertellen over succesfactoren bij dit soort concepten. De retailagenda en de Nieuwe Winkelstraat hebben samen met Rob Wijs van Ik Onderneem het Retail Innovatielab Smart Distributie by Local opgepakt. Rob Wijs, pionier, expert en samenwerker, neemt u mee in een vogelvlucht door dit lab. Retail Innovatielab is een mondvol. Vertel eens hoe dit precies zit. Platform de Nieuwe Winkelstraat en de retailagenda zijn continu op zoek naar waar ligt nou die toekomst voor winkelgebieden. Want de klant verandert. Die is al veranderd naar online en offline, maar die verandert nog steeds door. Die heeft nieuwe dingen, wil die graag. Die bestelt heel veel, waardoor er heel veel voertuigen de wijk in komen. Dat was 10 jaar geleden wel iets minder. Maar wat is nou die attractiewaarde van zo'n winkelgebied? Waar ligt de toegevoegde waarde van dat winkelgebied, waardoor de mensen weer lokaal kopen, lokaal gunnen en lokaal ontmoeten? Het Retail Innovatielab gaat exact daarover. Wat kunnen we vinden waarop die consument kiest om lokaal te kopen? En hoe kunnen we op een of andere manier al die gekochte spullen op een duurzame en goede manier toch weer bij die mensen thuis krijgen? Het Retail Innovatielab. In het Retail Innovatielab Smart Distributie en Buy Local zaten 7 pilotsteden. Pijnakker, Hilversum, Roosendaal, Purmerend, Groningen, Spijkenisse en Delden. Wat heeft het deze steden opgeleverd? Het lab heeft eigenlijk heel veel opgeleverd, zowel voor de lokale projecten als voor landelijk. Eigenlijk door die 7 lokale projecten hebben we een hele mooie rode lijn kunnen ontdekken
waar succesfactoren in zitten, waar drempels in zitten. En die zijn terug te brengen in 4 elementen. En de eerste, best wel een aparte. Wij merken dat de aanbieders van oplossingen, online oplossingen, logistieke oplossingen, eigenlijk geen idee hebben van het reilen en zeilen van winkelgebieden. Dus in hun idee om een product of een dienst neer te zetten, slaan ze heel veel stappen over die heel cruciaal zijn in lokale in winkelgebieden. Aan de andere kant zien we ook dat de organisaties in winkelgebieden, ondernemersverenigingen, centrummanagement, gemeenten, eigenlijk helemaal geen verstand hebben van distributie en online. Nou, dat gat is groot en zorg ervoor als je mee aan de slag gaat dat je expertise inwint, zodat je de juiste keuzes kan maken, zodat je niet achteraf daar spijt van krijgt. Het tweede onderdeel is eigenlijk dat smart distributie en buy local helemaal niet samen oplopen. Je zal eerst buy local moeten inrichten, daarmee bedoelen we een laag over het winkelgebied waardoor mensen lokaal kopen en misschien bestellen of producten nodig hebben. En dan pas kan je het duurzaam inrichten, want als er niks gekocht wordt heb je ook niks af te leveren. Dus distributie volgt buy local. Dan de derde. We hebben 9 cruciale succesfactoren kunnen definiëren die je allemaal in moet vullen. Wil je succesvol zijn in gezamenlijk online of buy local en smart distributie? En als laatste, er zijn 5 stappen die je er moet doorlopen opdat je in al die inspanningen ook een goed product en een dienst duurzaam neer kan zetten. Dat zijn eigenlijk de learnings. Het Retail Innovatielab Smart Distributor by Local heeft 9 succesfactoren opgeleverd. Concept, strategie, techniek, ondernemers, samenwerking, projectleiding, consument, marketing en financiën. Rob, kun je hier meer over vertellen? 9 factoren voor succes die blijken cruciaal. Buy Local, Smart Distributie, het is een ingewikkelde materie en het is innovatie. Dus niet iedereen heeft daar kaas van gegeten. We hebben gemerkt dat een paar lokale projecten een paar factoren hebben overgeslagen of vergeten. We hebben gezien dat ze er te makkelijk over dachten. Daar kwamen ze later in het traject, kwamen ze daar gewoon mee in de problemen. Daar stopte het of stokte het of het werd niet volwassen. 3 wil ik eruit lichten. Dat zijn concept, samenwerking en strategie. Die 3 moeten op orde zijn voordat je echt gaat beginnen in de uitvoering. Het concept, wat voegt het toe aan het winkelgebied? Er is een winkelgebied, er komt iets overheen, daar moet wel iets toevoegen. Er moet wel een reden hebben om dat te doen. Zorg dat je concept en je reden waarom je het doet goed helder beschreven staat. Dan moet dat wel vertaald worden naar strategie en planning. Die strategie moet helder hebben, in komend jaar willen we daar uitkomen. En samenwerking, het is een veelvoorkomend woord, is cruciaal. Het is een te groot project om alleen te kunnen doen als ondernemersvereniging. Je zal de gemeente, je zal partners nodig hebben om dit tot wasdom te brengen. Dus focus op die eerste 3 en daarna de andere 6. Zoals je net al benoemde, is er een stappenplan. Wat zijn de stappen en waarom is de volgorde zo cruciaal? Ja, het 5-stappenplan zoals we het hebben gedefinieerd uit alle lokale projecten bleek eigenlijk dat die 5 stappen doorlopen moeten worden in diezelfde volgorde van die 5. Wat zijn die 5 stappen? Stap 1. Weet wat je wil en weet wat je kan. Alleen weten wat je wil, maar geen middelen hebben om het te kunnen uitvoeren, helpt niet. Dus je moet én wat je kunt en wat je wilt. Vertaal dat, stap 2, naar een strategie met een begroting en een stappenplan. Dus denk het vooruit af. Ga niet zomaar lukraak beginnen. Stap 3 is welk instrument, welke toepassing past nou bij wat jullie willen bereiken. En wat we vaak zien is dat men eerst een toepassing heeft en dan gaat kijken hoe je het kan implementeren. Stap 3 moet passen bij stap 1. Daarna is het niet af. Daarna komt stap 4. Stap 4 is, vind ondernemers die mee willen doen. Zorg dat ondernemers het adopteren en dat ze online gaan. Dat ze ook hun content leveren. En stap 5, de ondernemers moeten ook helpen naamsbekendheid te geven en de consument te bereiken. Dus stap 5 is, breng het naar die consument met een gedegen marketingstrategie. Waarom die volgorde nou zo belangrijk is, is eigenlijk heel simpel. Je kan een instrument inkopen, een webshop, maar daarmee heb je niks. En is de webshop wel de beste oplossing voor jouw gebied? Of heb je misschien meer loyaliteit nodig of meer distributie of andere zaken? Dus ga eerst naar wat je wil. Kijk welke aanbieders er zijn die dat voor jou kunnen leveren. Ga vervolgens dat in een planning maken, een begroting over 1-2 jaar. Ga aan de slag en betrek ondernemers erbij, want die moeten het allemaal dragen. En vergeet het niet naar de klant te brengen. Stap 5. Dit was eigenlijk in vogelvlucht wat wij afgelopen anderhalf jaar hebben ontdekt, hebben uitgeprobeerd in het lab. En eigenlijk kan ik jullie 1 tip meegeven. Ga aan die slag met de toekomst, want deze elementen zijn nodig om ook in de toekomst interessant te zijn. Maar doe het goed of doe het niet. Denk er niet te makkelijk over
en doe het gedegen. En ga vooral aan de slag, betrek expertise erbij, maar denk na wat je wil bereiken met je binnenstad. Heel veel succes en wellicht tot snel. Ja, we zijn er weer. Goed, dankjewel. Goed, Derek, je hoort net dit verhaal. Wat zijn jullie doelen over een jaar? Ja, eigenlijk in ieder geval om op één dag in de week 100 bezorgadressen te blijven bezorgen. En eigenlijk zitten we structureel aan de 100, dan uit te breiden naar meerdere dagen. Om zo nog efficiënter en de routes te kunnen rijden. Want is dat in een gemeente als Katwijk ook een beetje het kantelpunt van oké, zo kun je het lange tijd volhouden of kan dat al met minder? Je moet er gewoon eigenlijk dus, het moet niet half werk worden. Dus we moeten er niet een half dagje werk aan hebben en dan vervolgens kleine orders, grote. Dus dan worden de ondernemers ook minder enthousiast omdat ze niet voor drie dingen erheen moeten rijden. Dat maakt het ook helemaal niet efficiënt. Dus het moet gewoon of volop er tegenaan en dat voor iedereen interessant is. En dan wordt het, dan zie ik het echt wel als een complete maken van het hele centrum. Vanuit de hele gemeente eigenlijk. Oké. Hey, ik heb er nog een vraag van een van de luisteraars. Die zegt, in hoeverre was duurzaamheid een issue in het puppyproject? Daar kan ik wel wat over zeggen. Duurzaamheid is niet het uitgangspunt geweest, maar het is wel het vertrekpunt geweest. Want we doen dat Steno natuurlijk een heleboel op het gebied van duurzaamheid en duurzame logistiek. Toen we begonnen met dit project hebben we met name gekeken van oké, hoe kunnen we nou logistieke concepten inzetten die zorgen voor minder contactmomenten. Dus die eigenlijk gebruik maken van een heel optimaal logistiek proces. Dat is het startpunt geweest, dus dat is niet het uitgangspunt geweest. Wat we wel merkten in de trajecten met de verschillende gemeentes die we ook hebben gesproken, is dat duurzaamheid natuurlijk wel een topic is. Ook ten aanzien van bijvoorbeeld de GD6-doelstellingen, zero-emissie stadslogistiek-doelstellingen in 2025, zie je dat ook middelgrote gemeenten zich nu al aan het oriënteren zijn op maatregelen om dat te gaan stimuleren. En daarmee zijn dit soort concepten natuurlijk wel aantrekkelijk. Je ziet dat we ook in de proeftuinen gebruik gemaakt hebben van zero-emissie voertuigen. Je ziet dat ook werkt, ook in gemeentes die wat ruimer van opzet zijn, dus die niet direct heel gecondenseerd zijn. Het is meer een aspect van, kan je het ook kostendekkend maken. Maar goed, het is dus geen uitgangspunt geweest, maar zeker ook in het vervolg hierop is het zeker een argument ook voor gemeentes om dit soort initiatieven wel te gaan stimuleren en dan nog tegelijkertijd ook te stimuleren dat het ook op een duurzame manier gaat. Maar het blijft altijd een trade-off, want in een gemeente waar je een samenwerkingsmodel kiest met bestaande winkeliers, met hun eigen middelen en dat je die middelen inzet, dan kan je niet zomaar zeggen van goed, dat gaan we allemaal op een duurzamere manier doen. Dus het hangt inderdaad af van wat zijn de doelen die je nastreeft, net zoals Rob Wijs net ook al aangeeft. Als er nog meer vragen zijn, stel ze even in de chat. We hebben volgens mij nog een paar minuutjes. We zijn bijna afgerond. Derek, heb jij specifiek nog punten waarvan je zegt, dit zou ik nog graag willen meegeven aan de mensen die aan het kijken zijn? Mocht je nou denken van, dit zou een toevoeging kunnen zijn voor onze gemeente, voor onze samenleving, of start met gewoon heel simpel winkeliers van hoe staan die erin? Want zonder enthousiaste meewerkende winkeliers is het best trek aan een dood paard, wil ik niet zeggen, maar dat is wel een absolute voorwaarde. Ja, absolute voorwaarde, zeker. Oké. Nou, dank voor je bijdrage. Rob, ook bedankt voor je bijdrage als je zit te kijken. Ik wil het hierbij laten. Als er nog vragen zijn, stel ze via de chat, proberen we ze ook na de sessie nog te beantwoorden. En volgens mij wordt de link met de opname ook verder wel gedeeld. Dus aarzel niet ook te delen. En we hebben een aantal links toegevoegd waar je wat additionele informatie kunt ophalen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, hopelijk in het echt.